Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, Elder Speedy van Amor. En vandaag gaan we op pad met de Miku. En ja, het is rustig, dus ik dacht ik pak eens een Miku-rit. Hij is nog van Amsterdam voordat we daar weer gezeur over gaan krijgen. Hij is inderdaad 13302 Amsterdam, Amsterdam. En we spelen in Rotterdam bij de Roleplay Reality. Ja, dat klopt. Wording aangepast. Maar ik wilde jullie toch even meenemen met de Miku vandaag. Hij is gemaakt door Reaver. Dat die heet denk ik. In ieder geval nu even in beeld. Je kunt hem downloaden, de Miku. Hij is super vet. Hij lijkt ook echt gewoon op de Miku van Amsterdam. Hij is ook nagemaakt als de Miku van Amsterdam. Ja, we gaan gewoon richting het Sandy Shore ziekenhuis. Daar is namelijk een patiënt die moet over naar het Erasmus ziekenhuis. En wellicht kunnen we nog een VTB'tje krijgen. Dus daar gaan we gewoon heen. Ik ga mijn Ambu mod, a.k.a. Ambuscript, waarmee ik de meldingen krijg, nog proberen te fixen. En als we dat gefixt hebben, dan kunnen we ook weer in singleplay gaan spelen, maar voor nu is dat nog even niet mogelijk. Nou, gewoon met spoed. En het leuke aan zo'n Miku is, die heeft de lucht horen. En normaal neem je natuurlijk altijd de arts mee. En dan moet ik het even goed zeggen. Ik geloof dat als je iemand nou naar het Erasmus dus brengt. Betekent dat je de arts in het Erasmus ook ophaalt. Maar dat weet ik nou niet zeker. Want anders, stel nou de arts van, ja, in dit geval Sandy Shores gaat mee. Dan heb je natuurlijk zo dat als jij daarna weer naar het Erasmus rijdt, tot die arts van Sandy Shores niet terugkomt. Net zoals dat je iemand van Utrecht gaat ophalen naar Amsterdam. En je bent in Amsterdam aangekomen, moet je dan die arts van Utrecht weer helemaal terugbrengen. En dat is natuurlijk niet zo. Dus de vraag is, ga je dan eerst de arts in Amsterdam ophalen? Want er gaat altijd een arts en een verpleegkundige mee. Dat is één ding wat zeker is. Maar vandaag gaat gewoon lekker de arts en de verpleegkundige van Sandy Shores mee.
Altijd weer de wielrenners. Nee, grapje. Nou, aankomst bij het ziekenhuis. We gaan de patiënt ophalen. Ja, deze bocht gaan we niet halen zo. Even een ruimer bochtje maken. En dan gaan wij via de MKA, de meldkamer ambulancezorg, een VTB aanvragen. En dan gaan we kijken wat de meldkamer ons kan bieden. Dus ik zie jullie zo als wij onze patiënt binnen hebben opgehaald en hopelijk de VTB eenheid hier is. Tot zo. Hoi. Hoi. Hoi, bedankt voor het snelle komen. Ja, wij kregen, een melding hier bij het Sandy Shores Medical Center van een persoon die hier op de IC ligt. Ja, hoe groot de IC hier ook is. En die moet naar de Erasmus. Ja. En ja, dat wilden ze met zo snel, dat wilden ze snel mogelijk hebben. Dus daarom dat wij een VTB hebben aangevraagd. Ja, nou, komt goed. Ik ga even de GPS instellen. En dan komt het wel helemaal goed. Ik heb andere collega's net al geïnformeerd. Oké. Die komen ook nog of die gaan iets anders regelen? Even kijken, nee, die staan al, die hebben alvast kruispunten afgezet. Oh, helemaal super. Oké. Ja, er zit een arts, een verpleegkundige en zo achterin. Dus samen met slachtoffer, sirene daarvoor. En die Mieke die is natuurlijk een grote vrachtwagen, die kan niet heel hard. Maar we gaan kijken hoe hard hij kan, ja? Ja, we beginnen eerst met een rustig tempertje van 50 en daarna een beetje op de snelweg gaan proberen langs maar op te voeren naar de 80. Ja, we staan het incidentkanaal gekoppeld neem ik aan, ze dus kunnen we online communiceren. Ja, dat komt wel goed. Topje, dan stap ik in en tot zo. Yo. Portotest. Ja, ja, check. Portotest, check. Check. Oké. Okay. Let's go. Dan gaan we beginnen. Gaan we hier links. Gaan we hier links op de kruising. Snelheid van atomieken kan in ieder geval worden opgevoerd hier. Ja, dan gaan we hem rustig optrekken naar 80 al. Ja. Gaan we hier rechtsaf op de afrit. Pakken we de meest linker rijbaan. Met hier zo meteen rechtsaf. Ja, dat. Even kijken. Hier rechts. Ja. Anders gaan we naar Amsterdam, moeten we niet hebben. Nee, ja, nee. Snelheid vanuit de Mieke kan wederom worden opgevoerd. Ja, dan gaan we hem rustig opvoeren naar 100.
Gaan we op de middelste rijbaan in verband met hinder. Gaan we rechtdoor. Gaan we de linker rijbaan pakken. Rechterrijbaan pakken. Pakken we de linkerrijbaan, gaan we rechtdoor over de kruising. Gaan we rechtdoor op de kruising. Oh, tegengestelde richting. Gaan we linker, helemaal links. Gaan we rechtdoor op de kruising. Gaan we rechtdoor op de kruising. Gaan we hier links op de kruising. Snelheden rond de 50 nu. Gaan we rechts op de kruising. En dan gaan we links. Zo, top. Nu ging het top. Ja, was u. Ja, ja. Bedankt je collega's maar. Het was een beetje rustig. Ja, daarom. Ja, ze probeerden me toen nog in te halen, maar ja. Toen zagen ze jou geloven en toen dachten ze, nou, doen we het maar niet. Nee. Ja, bedankt je collega's maar. En wie weet tot de volgende. Ja, ja, nou, dank je. En, yes. Ik ga het zeker doormelden. Toppie, hoi.